bij de Ready With Nate, waar ik vertel hoe ik erachter kwam dat mijn beste vriendin werd gebruikt en gemanipuleerd door haar andere beste vriendin. En ik haar hier heb moeten opvangen in Valencia. Part 2. Dus ik had die spraakopname gehoord waarin Anne zo gigantisch tekeer gaat tegen Eline. En ik zei tegen Eline, moet jij hier nog wel naar terug? Oké, dus ik had die spraakopname gehoord waarin Anne zo ontzettend tekeer gaat tegen Eline. En ik zeg tegen haar, moet jij hier nog wel naar terug? Heeft ze jou nou geslagen? Dus Eline zegt, nou dat nog net niet, maar ze kwam helemaal dreigend op me aflopen en ze sloeg met deuren. En ik dacht echt, dit is toch niet normaal in een vriendschap? Oké, dus we zaten in de Uber onderweg naar het restaurant en we probeerden er nog enigszins een leuke avond van te maken. Maar wat Eline mij toen vertelde, vond ik zo erg dat ik echt dacht, hoe kunnen mensen zo zijn? Ik wist oprecht niet dat er zulke oneerlijke mensen op de wereld waren. Oké, dus we zaten in het restaurant en we hadden net besteld en opeens zegt Eline tegen mij, eigenlijk heeft ze een tijdje geleden ook iets heel ergs gedaan. Dus ik zeg, wat heeft ze gedaan? Eline heeft al 4 jaar lang contact met een jongen en het begint nu net een beetje serieus te worden. Ze waren altijd vrienden, maar ze beginnen elkaar nu een beetje leuk te vinden. Dus Eline had dat verteld aan mij en natuurlijk ook aan Anne, want daar ben je vriendinnen voor. Je gaat niet geloven wat zij heeft gedaan. Zij heeft die jongen, laten we hem eventjes Tom noemen, letterlijk een volgverzoek gestuurd op Insta. En daarna heeft ze hem zo'n bericht gestuurd met daarin, ja, jij en Eline vinden elkaar hartstikke leuk. En jullie zijn zo kinderachtig. Waarom zijn jullie niet gewoon samen? Kom op, ik word hier helemaal gek van. Ah? Ik zeg, wat heeft zij gedaan? En het wordt nog veel erger. Want Anna had dit dus niet aan Eline verteld. Dus Eline krijgt opeens een berichtje van Tom met, ik heb geen zin in deze spelletjes, het gaat je goed. Dus Eline zegt, huh, hoe bedoel je? Wat heb ik gedaan? Dus hij zegt, alsof je dat niet weet. Eline zegt, hoe bedoel je? Wat weet ik niet? Wat heb ik gedaan? En hij zegt, ja, ik heb hier echt geen zin in. Dus Eline zegt, ik zweer op mijn moeder, ik weet niet waar het over gaat. En toen zei hij, een van jouw vriendinnen zit mij te berichten. Dus zij zegt, huh, wie dan? En na heel veel zeuren had Tom dus gezegd dat het Anne was. Dus een paar dagen later ging Eline met Anne afspreken en had ze aan haar gevraagd, heb jij Tom berichten gestuurd? En toen zei Anne, ja. En toen zei ze, hoezo heb je dat niet aan mij verteld? En toen zei ze, lijkt me niet echt belangrijk. Maar Eline wilde er geen ding van maken, omdat ze wist dat ze nog met elkaar op vakantie zouden moeten. Want dit is 3 weken geleden gebeurd. Dus ik zeg, sorry hoor, maar dit is echt niet normaal. Als Tom niet tegen jou had gezegd dat het Anne was, dan had hij het met jou uitgemaakt. En had jij nooit geweten dat dat door Anne's bericht kwam, omdat zij het niet aan jou had verteld. En toen kwam er ook nog bij dat Anne dit jaar last minute niet op Eline's verjaardag is gekomen. Blijkbaar dus omdat ik daar was. En toen Eline begin dit jaar een week in het ziekenhuis lag, heeft Anne gewoon 10 dagen lang niks van zich laten horen. Want het moet altijd alleen maar over Anne gaan. Dus toen we dat allemaal bij elkaar hadden opgestomd, zegt Eline tegen mij, zo maar, ik wil geen vriendinnen meer met haar zijn. Ik zeg, nee, dat snap ik. Dus Eline is die nacht bij mij komen slapen. We hadden met elkaar besproken dat ze wel Anne nog een berichtje moest doen, want ze is alleen in een land die ze niet kent. Dus Eline had haar een berichtje gestuurd met, hey Anne, het leek me beter als ik vanavond bij Selma blijf slapen. Als er iets is, kan je me altijd bellen. Mijn geluid staat aan. Waarop Anne doodnormaal reageerde, hey, ik heb morgenochtend om 9:30 gereserveerd bij dit en dit restaurant. Misschien kunnen we er dan eventjes over praten en dan kunnen we daarna onze planning vervolgen. Niet eens een sorry, niet eens een waarom ga je daar slapen. Wat? Dus de volgende dag zegt Eline tegen mij, maar ik ga helemaal niet meer met haar praten. Dus Eline is om 9:30 naar hun gezamenlijke appartement gegaan, omdat ze wist dat Anne er dan niet zou zijn, want die zat al bij de reservering. Toen heeft ze al haar spullen ingepakt, heel snel alles in de koffer gedaan en is ze naar het restaurant gegaan. Ze heeft bij mij die avond nog een hele mooie, liefdevolle en respectvolle brief voor Anne geschreven, waarin ze uitlegt dat ze heel veel van haar houdt, maar dat ze op deze manier geen vriendinnen met iemand kan zijn. En toen is ze dus naar het restaurant gegaan en toen Anna haar zag met die koffer, werd ze helemaal gek. En toen zei ze, nee, ik hoef het allemaal niet te horen, ik hoef het allemaal niet te horen. En toen zei
zei ze, dan ga ik naar Nederland, dan ga ik terug. Dus Eline zegt, ik heb nog een brief voor je achtergelaten in het appartement. En die hoef ik niet te lezen. Ze was helemaal boos. Dus daarna kwam Eline weer bij mij terug. En ik zei alleen maar dat ik heel trots op haar was dat ze zichzelf niet op deze manier laat behandelen. Daarna kreeg ik opeens een melding dat Anne diezelfde avond nog een vlucht terug had geboekt. 3 dagen later naar het appartement gingen om te kijken hoe ze het had achtergelaten, lag de brief die Eline voor haar had geschreven helemaal verscheurd op het aanrecht. Inmiddels is Eline dus ook weer naar huis en Anne blijkt ook nog eens een dief te zijn, want ze is Eline nog 200 euro schuldig en die gaat ze haar niet meer betalen. Ik heb er helemaal warm van gekregen. Oh mijn god, ik moet nu heel snel gaan. Laat me even weten als je het leuk vindt als ik meer storytimes doe of dat je de vlog van deze week van Valencia wil zien op zondag. Dus als je deze video tot het einde hebt gekeken, vind ik dat super leuk en super lief. Vergeet niet te abonneren en een comment achter te laten, want ik vind het super leuk om die te lezen. Doe ik heel erg mijn best om daar te reageren. En dan zie ik je zondag om 5 uur stipt weer. Bye!